En er stond vanmiddag een kleine consternatie in de Domineestraat toen de voorgevel van het Oud-Ali's drugstoregebouw het begaf en neerstortte. Het gevaar stortte neer op twee auto's die daar geparkeerd stonden. Verschillende omstanders geven aan flink geschrokken te zijn toen de gevel het plotseling begaf. De eigenaar van een van de auto's vertelt wat er is gebeurd. Ik ben eigenaar, maar mijn vrouw rijdt die auto en ze is hier werkzaam, Modeline is er werkzaam. En plotseling hoorde ze een knal, bam, ze zeggen van het dak van het gebouw is gevallen. Verder niks, en dat zien we nu. Hoe verder nu? Wat bedoelde? Hoe verder nu, wat gaat u nu doen? Ik heb de politie gevraagd, de politie zegt, ze gaan een rapport uitbrengen, een schaderapport. En dan moet ik naar waarborgfonds gaan, weet ik veel, ik weet het niet. Dat heeft de politie maar mij gezegd. Maar uw auto is wel verzekerd, toch? Zeker, 100% is uw auto verzekerd. Ja. Maar als ik het goed begrijp, als u naar het waarborgfonds moet gaan, wil zeggen dat de verzekering het niet gaat dekken. Ik weet het niet. Wij weten niet precies wat er gaat gebeuren. Zo meteen gaat de politie ons interview of alles opnemen. Hij zei eerst moet de brandweer alles weghalen voordat we onze dingen gaan doen. Rapport uitleggen. Dus we wachten op de brandweer. De brandweer is er al. Dus als die dak dan verwijderd is, dan gaan we die auto proberen aan hun overhandigen en verder gaan zijn om te zeggen wat er moet gebeuren. Ja. Is het vervelend voor u? Zeker weten, want we hebben maar één auto. En als die auto nu gaat zitten, hoe gaan we naar de stad toe komen? Hoe moeten we aan het werk gaan? En de mevrouw, we blijven helemaal op Indra Gandhi weg daar. En van daaruit hier naartoe is ver. De eigenaar van een van de beschadigde auto's als gevolg van het neerstorten van de voorgevel van het Oud-Ali's drugstoregebouw. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade aan de voertuigen is aangebracht. Wel is het duidelijk te merken dat het gebouw totaal in verval is geraakt.